Het zal voor de meeste Tilburgers niet onopgemerkt zijn gebleven. De Albert Heijn XL is na 3 weken gesloten te zijn geweest weer open. En de winkel is volledig vernieuwd. En niet alleen de indeling is veranderd, het hele pand is ook nog eens CO2-neutraal gemaakt. Iets waar de supermarktketen al langer mee bezig is. Er is een aantal jaren geleden binnen Ahold duurzaamheidsbeleid ontwikkeld, zeg maar. En wij zijn eigenlijk de derde winkel waarin dat echt tot uiting is gekomen, zeg maar. Het is begonnen in Purmerend. De winkel was CO2-neutraal. Alkmaar is een stap verder en wij zijn nu eigenlijk niet de derde generatie, maar wel de derde fase waarin we weer een stap verder zijn, zeg maar. Dus wij zijn nu echt CO2-neutraal. En dat is een ontwikkeling waar je niet zoveel van merkt als je door de gangpaden van de supermarkt loopt. Als je boodschappen doet met je winkelwagentje en je bent op zoek naar de hagelslag en daarna reken je het af en loop je naar huis, ja, dan merk je natuurlijk niet zoveel van. Wat wij wel doen is mensen informeren over datgene wat we doen. Dus het zal eerder meer de communicatie erover zijn dan dat je dat daadwerkelijk merkt als je boodschappen doet. En een van de dingen die je als klant niet zo snel zult merken, is dat je eigenlijk boodschappen doet in een kleine energiecentrale. We wekken dus onze eigen energie op. En wat we bij moeten kopen is groene stroom. Dat betekent onder andere dat we hebben natuurlijk een warmteluchtsysteem, een verwarming, maar we hebben ook een koude luchtsysteem. Dus we kunnen koude opslaan in een enorm watervat, het sprinklervat zeg maar, en die kunnen we eruit halen wanneer nodig. En wat mensen wellicht niet merken, maar wat wel een hele mooie ontwikkeling is, we hebben ook 2 city trees. En city trees zijn letterlijk stadsbomen. Dat zijn moswanden die enorm veel oppervlakte hebben. En dat is aantoonbaar, dat reduceert fijnstof in je gebied. Voor een equivalent van 250 bomen. Dus feitelijk staat ons parkeerterrein is een soort van Albert Heijnbos van 500 bomen, zeg maar. En de komst van de city trees is niet de enige verandering die vanaf de buitenkant zichtbaar zal zijn. De buitengevel staat er nog niet. Het is allemaal de binnengevel wat je ziet. Maar de buitengevel bestaat straks uit 300 vierkante meter alleen maar zonnepanelen. Die natuurlijk en dat is de zuidkant, die natuurlijk een wezenlijk aandeel leveren in de energiebijdrage. En ondanks alle maatregelen die al genomen zijn om de winkel te verduurzamen, ziet de supermarktmanager nog steeds mogelijkheden voor de toekomst. Nou ja, wat nu ook hebben is dat de vloertekens in de hal bestaan uit helemaal gerecycled materiaal, zeg maar. Dat zou bijvoorbeeld ook de hele winkelvloer kunnen zijn. De verlichting bij de groenten, dat zijn 3D geprinte kapjes. Allemaal uniek, allemaal leuk, maar ook allemaal wel van gerecycled materiaal. En de volgende stap is dat we dat gaan doen van gerecycled materiaal van onze eigen plastic tasjes bijvoorbeeld. Dus in die zin kun je op heel veel verschillende terreinen een hele mooie bijdrage leveren. Toch ziet de ondernemer zichzelf niet als rolmodel als het gaat om verduurzaming. Dat zijn andere mensen die dat mogen bepalen. Voor mezelf, ik vind het fijn dat duurzaamheid in de hele organisatie, Ahold Global, dat werkelijk een begrip is en dat ook werkelijk inhoud gegeven wordt, zeg maar. Dus ik weet niet of dat je dan een rolmodel bent. Wat je wel bent is voorloper. En dat is mooi. Toch hoopt de supermarkt mensen aan te zetten tot nadenken over duurzaamheid. Het is heel mooi als je mensen op de juiste gedachten kunt brengen. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje aan de mensen zelf, zeg maar. Als nu de vraag is waarom wel, als we die om kunnen buigen in waarom niet, dat zou natuurlijk een hele mooie beweging zijn. En als je dan een samenwerkingsvorm met bijvoorbeeld een gemeente kunt creëren, nou, dan lever je toch wel een substantiële bijdrage. En dat is een rol die ik graag speel. Voor meer informatie over dit onderwerp kun je terecht op www.aandeslagmetjehuis.nl.